zijn bezig al één jaar, ja, met deze ploeg. Ja, dus ja, nog voor ons een beetje moeilijk. Ik heb gezegd, ja, het is een spannend moment. Elke dag zal het beter zijn, omdat ja, ik ga onze beste doen voor de volgende match. Het is een speciale ervaring. Het is inderdaad geen gewoon team, dus we moeten niet alleen kijken naar het samenspelen, maar ook onderling. Bijvoorbeeld communicatie is af en toe een moeilijk punt, waar we ook op werken op training. Het is belangrijk voor de jongens dat ze zo ook leren samenwerken met mensen van andere afkomsten, Nederlands spreken, op tijd komen. Dus er komt af en toe wel iets meer bij kijken als bij andere voetbalploegen. Het belangrijkste van ons stad is het samen zijn. Begrijpen dat ze met verschillende nationaliteiten op hetzelfde veld staan. Het is al moeilijk genoeg om 10 mensen uit hetzelfde dorp in dezelfde richting te duwen. En voor ons is het dan 10 keer moeilijker. Hè. Je hebt Afghanen, je hebt Eritreërs, je hebt Somaliërs, Koerden, Syriërs, Irakezen, Palestijnen. Dus dat is voor ons het belangrijkste is dat ze ook buiten hun studentenkoten komen. Ze zitten allemaal in hun koten. En dat ze 2 uur de week kunnen trainen en 4 uur in de weekend kunnen voetballen. Dus voor ons is het belangrijkste samen zijn. Het helpt hen bij hun integratie waarschijnlijk in de maatschappij. Het helpt zeer, zeer snel. De helft van onze ploeg hebben al snel werk kunnen vinden via onze netwerk. Binnen OHL doen ze ook vrijwilligerswerk. Op de parking staan zij een deel van hun. Sommige tappen ook bij OHL. Dus het helpt wel om snel te integreren en met autochtone mensen om te kunnen gaan. Welke taal praten jullie tegen elkaar? Normaal of in Nederland beter. Ik denk een beetje moeilijk. Iedereen nieuwkomend, denk ik. Ja, maar we proberen het altijd Nederland praten, oefenen met elkaar. Ja, dat is belangrijk voor ons. Ik moet zeggen, dank voor Stad Leuven en Augel. Ja, en Osomé Leuven ook heel goed met ons en helpen ook. Dus dank je voor iedereen toe te helpen voor ons.